oud Olympisch goud aan de start. Dit is Jochem Uitdehaag. Zo, gaat het gebeuren, jongens. 10 jaar na dato gaat het nog een keer gebeuren. Hij is erbij en ze willen er allemaal bij zijn. De Nederlands kampioen van vorig jaar, Bob de Vries. Hij won hier en dat was vlak in de buurt in Wanneperveen. En zijn opvolger is er ook, de Nederlands kampioen Jorrit Bergsma. Hij zou eigenlijk in Hamar moeten starten dit weekend. Rijden tegen Sven Kramer op de 5 kilometer. Maar natuurreis, dat is veel belangrijker. En dus is hij in Nederland gebleven. De Holland-Venetië-tocht, misschien wel de mooiste klassieker van allemaal. Maar slechts 58 kilometer. En dat hebben ze allemaal in de benen. Gisteren ging het over 200 kilometer, de Henk Angenent-klassiek. De man in het oranje is Rob Hadders, de leider in het klassement van de natuurreiswedstrijden. Hij won op het Schildmeer. Hij won in Skarsterlaan. En vandaag wil hij er natuurlijk ook bij zijn. Het gaat hard. Een echte klassieker, want we rijden slechts één grote omloop. Hier rijden we door het dorp Giethoorn. Met Douwe Bierma vooraan. En wat gaat het hard. Kijk maar eens. Groot peloton, onder de bruggetjes door. En midden in die groep nog een Olympisch kampioen, Mark Tuitert. De winnaar op de 1500 meter. We rijden nu achter het peloton. We rijden met de motor naar voren en zoeken Jochem Uitdehaag op. Olympisch kampioen van 2002 op de 5 en de 10 kilometer. 10 jaar later schaatst hij de Holland-Venetië-tocht. Ja, in wedstrijdverband. Mooi dat hij erbij is. We zijn dan op het Giethoornse meer. De eerste echte uitloopboven, Bart Hakkenberg. We kennen hem nog. Van het Nederlands kampioenschap. Wat reed hij daar sterk. Tot dan toe een wat onbekende marathonschaatser, maar hij maakt inmiddels naam. Alleen op avontuur en dus wordt de jacht ingezet door Martijn van Es, Ralf Switzer en Peter van der Pol. Het zijn de mannen van Henk Angenent. Enige nervositeit, dat wel in het peloton, want er moet gekluund worden. Hakkenberg is tot de orde geroepen. En dat klunen is voor het eerst dit seizoen. Dat hebben we dus nog niet meegemaakt. We rijden door prachtige dorpjes als Dwarsgracht. In de buurt ook van Sint-Jansklooster, daar waar Evert van Bentum opgroeide. We gaan naar de Kluunplaats met Roelof Koops in het blauw. Met blauw-wit Douwe de Vries en Bob de Vries. Die rijden vlak voor het peloton. Geen enkele schaatser heeft hier ervaring mee, behalve dan de oud-gediende. Zoals René Ruitenberg, Jan Maarten Heideman. Dit is allemaal nieuw, maar het gaat goed. Het peloton zit er vlak achter met Huisman voorin. Schitterend gezicht en luistert u mee. We verlaten de Beulakkerwiede en komen dan op de Belterwiede. Nog steeds is die hele grote groep bij elkaar. Het is moeilijk om weg te rijden. Het tempo ligt heel erg hoog en de afstand is relatief kort. Slechts 58 kilometer. En daar gaat hij. En dan gaat het richting Wanneperveen. Daar moet nog een keer geklund worden. Dus moet je voorin zitten. En dus wordt er weer hard gereden. We zijn bij Jochem Uitdehaag. Achterin. Ja, die moet dan toch in de finale het peloton laten gaan. We hebben dan 40 kilometer afgelegd. Het is geen schande. Het ijs is hier en daar slecht. Maar het riet rond Giethoorn en Wanneperveen is altijd goed. Dan gaan we klunen. Bij Wanneperveen. Met Douwe de Vries voorin. Die had gisteren het parcours al verkend. En dat is een enorm voordeel. De Vries dus als eerste. Had ook in Hamar moeten starten dit weekend, maar gaf de voorkeur aan natuurreis. Die lange man, dat is Wiert Ozinga. Die stoot hier zijn hoofd. Au. Maar gaat dan door. Tuitert is door. En de anderen volgen. Een grote groep. Dan nog één keer door dat natuurgebied. Weer richting Giethoorn. Ozinga zit achterin. Ja, zou die dan toch hoofdpijn hebben gekregen? Dat was een harde klap. Tegen die brug. Kilometer of 10. En dan zijn we bij de eindstreep. Groep nog bij elkaar. Oeh, valpartij. En de val is van Jouke Hogeveen. Snel opstaan, het gaat hard nu. Tegen de 45 kilometer per uur. En als je dan 100 meter achterstand hebt, is het moeilijk om weer bij te komen. Hogeveen reed goed dit seizoen op de Wijzenzee. Tweede in de alternatieve Elfstedentocht. Maar nu op achterstand en daar vooraan gaat gesprint worden. Hogeveen komt er niet meer bij.
krijgen een massasprint na 58 kilometer. Een grote groep nog bij elkaar. Alle sprinters zoeken elkaar op. En een prachtige trein voor Arjan Stroetinga. Groeneveld hier aan de leiding. Dan Bob de Vries, dan Stroetinga. Maar kijk eens wat hier aankomt. Een oersterke Groninger in een oranje pak. Het leiderspak van de natuurreiswedstrijden. Adders zet de turbo erop en Stroetinga verliest hier een meter of vijf. Maar komt Adders niet veel te vroeg op kop. Hij wil zo graag, want dit is de mooiste natuurreisklassieker. Helemaal rechts komt Gerry Hekman, die grote sterke vent uit Gramsbergen. In het lichtgroene pak. Hekman komt heel dichtbij rechts. Hekman rechts, Adders links. Zegt u het maar, Adders een minimale voorsprong. Wint de Holland Venetië toch. Dit is de allermooiste, dit is een echte. Dus dit is echt ongelooflijk gaaf. Is 55 kilometer dan toch niet een beetje te kort voor die grote mannen? Nou, ik moet zeggen dat dit misschien wel zwaarder was dan de wedstrijd die we hiervoor gereden hebben. Want je komt zoveel gekke dingen tegen, klunen en allemaal dat soort bizarre dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Dus ik denk dat dit wel zwaar genoeg was voor de meesten.